ik ben klaar met werken. En het gaat regenen, precies als ik naar huis wil. Helaas. Ik ga lopen naar de metro. Normaal pak ik hier de bus. Maar dan moet ik 7 minuten op wachten. Daar heb ik dus geen zin in. Dus ik ga de bus pakken. Werken is hier achter mij. Ik ben aan het weg. Maar ja. Wat zo gezellig eigenlijk. Goed naar mijn zin gehad. Ik ben erachter gekomen dat een collega, die moet ook in spijkenissen. Dus dat is super fijn voor als ik ook moet werken tegelijkertijd met haar. Want dan kan ik eventueel met hem meerijden. Dus dat zou heel chill zijn. Maar goed, in ieder geval even naar de Albert Heijn. Even een broodje halen. En een kopje koffie. Toch wel lekker. En dan lekker naar huis. Kijk jongens, dat is, ik ga jullie iets laten zien. En dat is Slinger en de buurt waar ik werk. Ik ga jullie laten zien waar ik langs loop nu. Echt idioot. Die scooter is helemaal verrot. Dat staat hier en dat lopen ze hier gewoon. Dat is gewoon Rotterdam. En dat is echt af en toe wel tricky om hier te lopen, vind ik. Ook allemaal mensen. Je aankijken en shit. Ik ben niet snel bang aangelegd of zo, maar ik vind dit toch wel echt een hele ruige, enge buurt, om het zo te zeggen. Maar goed, hey. Het is gewoon dag. Al lijkt het of vroeg in de ochtend of einde van de middag, want het is echt somber buiten. En het is geen heerlijk de zon. En nu is het weg. Maar goed, naar de Albert Heijn. En dan naar huis. Daar ben ik weer. Ik ben weer lekker thuis. Ik heb echt lekker gewerkt. Wel een beetje moe. Maar dat ben ik altijd. Nou ja, valt me niet altijd. Maar ik heb wel, wel lekker gewerkt. Het is 1:05 nu. Ik ga even naar mijn oma. Want er zijn al spullen die ik gisteren bij IKEA heb gehaald die daar nog liggen. Die zit ik oppikken. En ja. Geen idee wat ik daarna ga doen. Ik denk niet zo heel veel eigenlijk. Gewoon lekker mijn gemak houden. Het is avond en ik ga mijn pil even innemen. Oh, dat is ik. En melatonine tablet, eentje. Want ik ben nogal onrustig. En aangezien ik er niet zoveel zin in heb, anders slaap ik pas om 11:30. Ga ik hem wel innemen. Dus ik heb 2 mini-tabletjes. Ondertussen was ik afleveringen van Like Me aan het kijken. En ik ga nu een vlog van Jill kijken. En dan ga ik slapen. Ik ben best moe. Dus ik ben ook eigenlijk wel even toe. En dan lekker vannacht dutje. Het is 7:15. Ik ben wakker, aangekleed. En ik ga zo naar mijn werk. Ja, even een kop koffie op. En dan ga ik. Ik moet nu een beetje wakker worden nog ofzo. Ik ben echt helemaal moe. Goed, ik ben weer thuis. En ik heb vannacht natuurlijk vet slecht geslapen. Ik ben ontsteld geworden na 9 weken door mijn pil. En ik werd op werk niet lekker. Ik ben de hele dag al... Wacht, ik ga het even donker maken hier. Ik ben de hele dag al draaierig, wil ik niet zeggen. Maar ja, hoe noem je dat? Geef het eens een naam. Ik weet niet hoe ik moet noemen. Maar gewoon heel moe, hangerig. Ligt in mijn hoofd vanmiddag of vanmorgen op werk. Dus ik ga even mijn bed in. Ik kan geen kwaad, maar morgen toch vrij. Morgen sta ik er waarschijnlijk toch weer super vroeg naast. Ik ga vanavond ook niet vroeg slapen. Dus ik ga heel even mijn ogen dicht doen. Ik ga me even omkleden. Alhoewel, misschien heb ik me wel lekker gaan omkleden. Dat vind ik nog niet zo'n slecht plan. Lekker een pyjama aan. Vind ik een goed plan. Dat ga ik even doen.
En dan even lekker chillen, lekker liggen. En dan straks er weer uit. Het is trouwens best vroeg hoor. Het is 2:30, dus het valt mee. Goed, ik heb de hele middag geslapen. Echt de hele middag. Geen moment wakker. Echt heel erg. Ik wil normaal nooit middag slapen, maar ik heb zoveel pijnstilling. Ik heb van alles ingenomen dat ik zoveel pijn in mijn buik heb. Had. Niet meer. Het is nu 6:30. Ik ben om 4:15 of zo. Het is 4:15 ben ik wakker geworden. Ik had geen zin om eruit te gaan. Dus ik heb mijn laptop op schoot. En ik ben lekker een vlog van Eva Roos aan het kijken. En ik lig hier eigenlijk wel perfect. Niet zo heel veel zin om eruit te gaan. Ik heb geen trek. Voordat ik trouwens, tenminste, voordat ik ging slapen toen ik thuis kwam, heb ik nog even gauw bosje en blaam dichtgemaakt. En daar heb ik behoorlijk wat dat van op vanmiddag. Ik heb eigenlijk nog niet echt trek of zo. Normaal eten we wel gewoon op tijd. Maar nu niet. Nee, ik ga zo meteen wel eten. Ik ga lekker de vlog van Eva kijken. En even lekker mijn telefoon. En zo meteen naar beneden. Ik ben echt brak. Ik weet ook echt totaal niet hoe dat komt. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Mag wel een keer. Maar goed, ik ga nu lekker de vlog kijken. Goedemorgen allemaal. Het is maandag. En ik ben wakker. Ik heb gisteravond gedoucht. Waardoor mijn haar vanmorgen helemaal poefie stond. Dus ik heb zojuist nog een keer gedoucht. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb lekker mijn watjas en mijn slaapkleding nog aan. Want geen haast, want ik ben na 2 dagen werken weer eens lekker 2 dagen vrij. Dus dat is fijn. De keuken aan het opruimen, het was één oorlogsgebied hier. Dus ik maak herrie. Goed, ik heb opgeruimd en ik kreeg in één keer het briljante idee om de magnetron uit de keuken te halen. Hier in dit hoekje stond natuurlijk ons altijd magnetron, maar 9 van de 10 keer gebruiken we de magnetron alleen maar voor honden eten. En aangezien hier de bakken niet meer stonden met het kippenvoer en het konijnenvoer en zo, helaas, kreeg ik het briljante idee. Ik denk, weet je wat, ik ga hem gewoon hier neerzetten, die magnetron. Er is ruimte voor. We kunnen hier gewoon het hondeneten opwarmen. En verder gebruiken we niet zo heel erg veel en vaak die magnetron. En dan kunnen we gewoon even naar de berging lopen. Zo is er meer ruimte op het aanrecht. En staat het ook gewoon een stuk opgeruimder. Dus ik heb lekker opgeruimd schoongemaakt. Ik wil alleen dit even verplaatsen, want het staat nu in één keer zo leeg. Dus we gaan dit even daar ook. Trek dit hele ding aan elkaar. Ik wist niet dat het aan elkaar kon. Weet ik dat ook weer. Dat schrijven we hem gewoon. Zo, dit is een krijtbordje. Best leuk altijd. Dat plaatje zet ik dan wel. Hier zo neer. Zo. Keukenrol op de hoek. Dan pillen van mijn vader. Deze moet in de kast. Mijn vader is ook zo, die vergeet alles. Dus ook zijn pillen. Dus dit staat. Dus het staat daar. Hopla. Dan mag je nog even in de kast. En ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk wel netjes en opgeruimd staan zo. Want die mag naar het rommel, die verdomde hoek daar. Ik vind helemaal niks. Ik kan nu gewoon koffie zetten. Alleen het ding is, we missen daar één stopcontact nu. Dus ik haal deze er gewoon standaard uit. En dan doe ik die erin als ik die ga gebruiken. Bijvoorbeeld nu. En dan switch ik hem gewoon terug. Als ik het terug moet switchen. Ik zit altijd met deze koffie. Ik weet niet precies waarom dat is. Of waar... Ja. Precies dat. Waarom dat is, geen idee. Ik ga die nu aanzetten. Want ik heb trek in koffie. Want ik ben eigenlijk nu 2 uur wakker. Het is nu 9:15. Ik ben nu 2 uur wakker. Maar ik had nog geen kop koffie op. Ik ben alleen maar aan het opruimen geweest. En dat moet mijn moeder me uit. Zo kant het stond op de
patroon. Oké. Een mok. En dan raak ik aan de koffie. Ik heb alles lekker opgeruimd. Mijn bedje is recht getrokken. Ik ga wat kleding aantrekken. Want om daar zo de hele dag te blijven rondlopen. Ook niet zo'n strak plan. Dan moet ik zeggen, ik had wel wat kleding klaargelegd. Dus dat is fijn. Maar... kan je het zeggen, dan ben ik het gewoon weer vergeten. Oh, ik weet het niet meer. Geen idee. Maar goed, in ieder geval. Ik heb dus die... hoe heet dat? Magnetron geswitcht van plek. Nou, moet ik zeggen, mijn ouders die stemden het 9 van de 10 keer nooit echt op prijs als ik dat soort dingen ga verplaatsen. Dus er bestaat een hele grote kans dat ik dit voor niks heb gedaan, dat het straks gewoon weer terug staat op zijn oude vertrouwde plekje. Maar goed, ik ben benieuwd. Vaak als ik zeg van joh, zullen we het daar zetten, is het dan gelijk nee, het blijft zo staan hoe het nu staat. Maar ik denk nu staat het anders. Misschien dat ze denken van, oh, dat is eigenlijk wel gewoon veel fijner. Ze zien het dan ook gelijk. Waarschijnlijk niet, maar goed, maar niet. Ik ga me aankleden en de papegaai naar beneden halen. Mijn oude moeder is trouwens naar het ziekenhuis. Die heeft vandaag een vaatonderzoek in de benen. Want de teen moet eraf, dus ze moeten wel kijken hoe of wat. Drama. Teen werd zwart, een paar keer gestoten, blaren erop. Nou, uiteindelijk genezen die niet meer. Bloeddoorstroom is gewoon niet lekker bij mijn moeder. Zeker de tenen niet meer. Dat gaan ze dus nu vandaag onderzoeken. Maar haar teen is helemaal zwart. Dus. Dat is een beetje rot. Dus die moet er uiteindelijk, lang voor haar kort, we lopen er al heel lang mee. Maar uiteindelijk is nu toch de conclusie getrokken dat hij eraf moet. Dus daar krijgt ze nu eerst onderzoek voor die er echt af gaat. Want ze moeten wel weten hoe of wat. Dus dat, maar ik ga me even aankleden. Jongens, wat een dag. Maar goed, het is dinsdag. Leuk dat jullie nog steeds kijken. Ik zet jullie even hier neer. Het is dinsdag, het is avond. En er is van alles gebeurd vandaag. Ik werd vanmorgen wakker. Gebeld. Door Ashley. Die kreeg gisteren al vrij moeilijk te pakken telefonisch. Ze nam nergens bij op. Reageerde overal slecht op. Dus ik dacht, wat is er aan de hand? Uiteindelijk was er wel degelijk iets aan de hand. Namelijk, haar hond was gisteren heel erg ziek. Heeft een prikje gekregen bij de dierenarts. Het zal allemaal beter gaan, bla bla. Hij zal weer normaal gaan eten en zo. Lang verhaal kort. Ashley belde mij vanmorgen om 7:15. Ik was net wakker, aan het wakker worden. Mijn telefoon ging loeihard af. Dus ik schrok eigenlijk en dacht, wie de fuck gaat me bellen nu? Dus ik nam hem op. En... toen hoorde ik Ash huilend aan de telefoon en toen wist ik eigenlijk al genoeg. De hond van Ash is overleden. Helaas. Was al wel oud, maar ja, we hadden niet verwacht dat het op zo'n manier zou gebeuren. Dus ja, het is allemaal heel rot. Wij maken natuurlijk die herinneringsdingen voor dieren. Ja, dat was mijn moeder. Maar ja, Esther hond die is dus overleden. Maar goed, ik had het over die herinneringsdingen. We maken die natuurlijk. Balletjes bij haar en zit van een dier. Of andere herinneringsdingen die je eigenlijk maar wil. Maakt eigenlijk niet uit. We doen echt van alles. Dus dat hebben wij vandaag in elkaar. Nou ja, we zijn niet klaar uiteraard. Maar is de opa en oma en Ershel, mijn zusje, zijn vandaag langs geweest om er even naar te kijken wat ze willen. Ze hebben vanmorgen Bo weggebracht, de hond, naar het crematorium. En ja, dat is een rare dag vandaag. Ik heb Ershel gevraagd van, joh, wil je hier blijven? Ze is graag hier, dat weet ik. Dus überhaupt graag bij mij. Es was anders dan normaal vandaag. Es is überhaupt heel erg stil. Maar vandaag was ze echt de Es die ik eigenlijk niet meer kende. Vroeger toen ik haar net leerde kennen was ze heel stil. Zei ze bijna geen woord.
En eigenlijk was het dat vandaag weer, maar dat is logisch, want ik zit haar hond kwijt. En ik krijg het er moeilijk mee als ik het erover heb. Ik kan er gewoon niet tegen, weet je. Ik had Ash vanmorgen aan de lijn en ik voelde me zo machteloos. Omdat ze was zo aan het huilen en ze was zo intens verdrietig dat ik hier echt zat met mijn telefoon in mijn hand van... Wat moet ik nu? Ik wilde meehuilen, maar toen dacht ik nee, want dan gaat ze alleen maar meer huilen. Ik moet niet meehuilen. Ik wilde iets voor de doen, maar ja, ik zit hier, zij zit daar. Het was 's morgens vroeg, ik liep er in mijn pyjama rond. Ik wist vanmorgen echt even niet wat ik voelde, me heel machteloos. En ik was echt eventjes rot, vooral voor haar. Wacht, ik ga nog een lampje aan doen trouwens. Maar ik voelde me vanmorgen echt heel erg machteloos en heel moeilijk om haar zo te zien. Want eigenlijk, heel eerlijk gezegd, ken ik Ash ook helemaal niet zo. Zo huilend en verdrietig en in paniek. En nee, het was een hele rare ochtend. Überhaupt een hele rare dag. We zijn er allemaal heel erg mee bezig geweest, ook hier. We hebben heel erg met hem meegeleefd. Maar Ash is dus de hele dag hier geweest. Om een beetje de gedachten te verzetten. En gelukkig einde van de avond kwam ze weer een beetje los. En kende ik eindelijk mijn vriendinnetje weer een beetje terug. Maar het was echt wel even slikken. Het is voor haar kut. Het is voor de opa en oma verrot moeilijk. Het is voor de zusje moeilijk. Maar om geen medelijden te wekken. Maar ik vond het ook echt lastig. Ik vond het zo zielig. Ze hadden het er zo moeilijk mee allemaal. En... ik voelde me echt machteloos. Ik wist me niet echt een houding te geven of zo daaraan. Ook toen ze hier was. Ik vond het best lastig. Maar goed, ik ben er hopelijk wel voor geweest. En hopelijk geeft ze dit zo snel mogelijk een plekje. En leert ze er vrede mee hebben. Want het is moeilijk. Jongens, onze kip is 1,5 week geleden overleden. En ik heb het daar nog moeilijk mee. Dan moet ik zeggen, ze ligt nog bij ons in de vriezer. Zou misschien denken, hè? Maar we brengen er zelf naar het crematorium. Maar zoals daar heb ik het nog moeilijk mee, met die kip. Dieren zijn voor mij zo speciaal. Of ze nou voor mij zijn, of van een ander die ik goed ken. Maakt niet uit. Dieren zijn dieren. En als dieren doodgaan, zou ik het er moeilijk mee hebben. Maar daarvoor heb ik vandaag eigenlijk niks gefilmd. Ik had natuurlijk gezegd dat het een weekendvlog zou zijn. Ja, dat is er vrij weinig van gekomen, want het wordt nu een beetje een weekvlog. Ik dacht, dit is gewoon even makkelijk, tot en met donderdag ongeveer. Want vrijdag ga ik natuurlijk spullen pakken. En zaterdag zit ik in de trein. Of nou ja, zaterdag worden Ash en ik gebracht naar Antwerpen. Dus dat is zo fijn. Dus dat is wel, dat scheelt heel erg. En uiteraard zondag gaan we wel terug met de trein. Maar dat scheelt wel. Dus ja, lang verhaal kort. Een rotdag vandaag. En morgen werken. Het is, ik weet niet hoe laat het is. Mijn telefoon is ook echt leeg. Het is 9:30 geweest. Dus uiteraard ga ik nu wel slapen. En morgen op tijd op. En naar het werk. Ik heb wel zin om even te werken. Ik ben er wel weer even lekker aan toe. Maar goed, ik ben er wel omgekleed. Ik ga slapen. Ik ga de kachel uitzetten. Want volgens mij staat die aan. Ik heb bloedheet. Dus ik ga misschien heel raar. Maar deze ventilator even aanzetten boven mijn hoofd. En dan ga ik slapen. En ik heb het idee dat deze vlog heel lang gaat worden. Maar dat kan geen kwaad. Ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen. Goedemorgen jongens, het is 6:04 en ik ben om 5:00 wakker, best vroeg, want ik kon niet slapen. Zoals altijd weer, dus ik werd wakker en toen dacht ik ga niet op de klok kijken, want dan kan ik helemaal niet meer slapen als je weet hoe laat het is. Dus ik dacht, nou ja, dan maar gewoon blijven liggen. In de hoop dat het goed komt, maar uiteindelijk bleef ik draaien en doen en toen dacht ik, ja, gaan we even kijken hoe laat het was. Het was 5:00. En vanaf die tijd heb ik niet meer kunnen slapen. Ik heb gewoon gelegen in bed. Ik dacht, ik ga er niet uit. Dat vind ik een beetje onzin. Dus ik heb vanaf die tijd gewoon gelegen in bed. En een beetje licht.
even nadenken en zo. En toen dacht ik om 5:30, ik ga er wel gewoon uit. Dus ik heb even lekker gewassen en aangekleed. Ik ben helemaal zwart vandaag. Dat is dan wel weer jammer. Alleen mijn schoenen niet. Ik heb zo witte schoenen aan. Maar ik heb mijn haar even gefeund. Helemaal ready. Ik zal een beetje mascara opdoen en dan ben ik klaar. Naar boven nog. Even mijn laatste dingen doen. Ik heb een kopje koffie mee. Ik ga nog even een serietje kijken, want ik heb nog 1/2 uur de tijd. En Milo is vandaag jarig. Macavia. Dat is leuk. Het is alleen een beetje vroeg, dus ik heb alle lampen ook gewoon lekker uitgelaten. Ja, het is wel leuk dat hij jarig is vandaag. Dus ik ga nu in ieder geval naar boven. Kopje koffie drinken. En zo meteen uit werk. Goed, ik ben inmiddels weer lekker thuis. Echt heerlijk. Er is weer iets leuks binnengekomen. Ik heb namelijk nu ongeveer 3-4 maanden geleden, een naamketting besteld bij Moody Jewelry. Ik ga proberen een linkje in de beschrijving te zetten. En het kaartje ligt trouwens hier. Ik zal die even laten zien. Waar is het kaartje? Moody Jewelry. En ik ga even Chantal haar voorbeeld laten zien, want die ligt nog hier in de verpakking. Zo komt het dus aan. Dit is Chantal haar kettingje. Ik ga die uiteraard opsturen naar haar, want ik zie haar voorlopig nog niet. En dit is de H3O ketting. Ik heb die ook besteld, maar die moet voor mij nog geleverd worden. Maar dit is die van Ash. Super, mijn moeder is wel lekker aan het gillen. En voor mezelf heb ik ook mijn eigen naamkettingje. Zo leuk, zo blij mee. En hij is lekker lang, daar ben ik heel blij mee. Heel erg blij mee. Superleuk. Dus dat is binnengekomen daarnet. Maar ik ben nu eigenlijk niet zo heel veel aan het doen. Buiten dan gewoon chillen. Letterlijk niks doen eigenlijk. Het is best jammer, want eigenlijk had ik wel zin om even wat te gaan doen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, wat moet je doen met van die dagen als vandaag? Of überhaupt net als deze dagen, dan denk ik, ja, ik kan weinig doen. Überhaupt. Dus maar ik ben best wel blij. Mijn ouders gaan zo net allebei naar het ziekenhuis. Mijn moeder heeft een onderzoek. En mijn pa brengt haar. Ik ga niet zoveel doen, denk ik. Goedemorgen jongens en meisjes. Het is vandaag de dag. Ik krijg mijn vaccinatie. Ik ben aangekleed, ik ben ready. En ik ga nu onderweg naar Portugal, want daar moet ik mijn vaccinatie halen vandaag. Ik mag eindelijk mijn COVID-vaccinatie halen. Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd wel geen idee wat voor een vaccinatie ik krijg, maar we gaan het zien. Tas bij, spullen bij, mondkapje bij en we gaan. En ik ben heel erg benieuwd hoe ik dit ga ervaren. Goed, daar gaan we. Ik heb als het goed is alles bij, hoop ik. Geen idee, het zou fijn zijn eigenlijk. Maar daar gaan we jongens, op naar de vaccination. Ik heb hier gelukkig nog een mondkapje liggen. Dat scheelt. Trouwens, vandaag is ook wel de laatste dag dat ik vlog. Dus, maar goed, mijn pa brengt me, dus dat scheelt. Ik doe met een metro. Op naar meeste vaccinatie. Jij hebt hem al gehad. Yes, ik ben al helemaal immuun, jongens. Nee, je moet er nog één. Oh, ja. Ik weet eigenlijk niet welke ik krijg, dus ik hoop dat ik er één krijg waarvan ik gewoon één vaccinatie krijg. Weet je waarvan je goed ziek geworden? Waarschijnlijk wel. Nou, laten we het niet open. Op naar Portugal. Oh. Ik heb hem! Ik heb Pfizer gehad. Daar was ik wel echt blij mee. Ik wist het nog niet, hè. Tot op het moment voordat ik die prik had, vroeg ik voor jou welke krijg ik eigenlijk. Ik kreeg pas te horen. Ik denk ik krijg AstraZeneca of Janssen als zorgpersoneel. Nee, je kreeg vanuit daar, want vanuit daaruit ben ik, mocht ik natuurlijk gaan prikken, maar ik heb Pfizer. Er staat een code op en dat verwijst dat het Pfizer is. Ja, nou het zal wel. Maar goed, ik heb Pfizer, dus dat is wel fijn, want die is voor 95% beschermend. Zeggen ze. Hé, hey, we zijn team Pfizer. Tik hem aan, hoor. Jee! Opa en oma ook. Gek straks wel even langs. Ik zat oma gisteren gek te maken. Die zat natuurlijk toen ze haar vaccinatie kreeg, was het van, oh ja, en oh ja, en straks heb ik wat of ga ik dood ervan of zo. Dus ik had oma gisteren aan de lijn. Ik zeg, ja, ik kom zo nog even koffie drinken. Hoezo, zegt ze.
Ik zeg, ja, ik krijg morgen mijn vaccinatie. Weet jij wel wat er gebeurt? Misschien, ja, misschien stort ik wel dood neer. Dan kom ik daarna ergens met een coma in het ziekenhuis te leggen. Nou, doe niet zo raar, zegt ze. Word je een zombie van Microsoft. Ja. Maar goed, ik heb hem in ieder geval. Daar ben ik heel blij mee. Kan ik in ieder geval half beschermend naar Antwerpen komen het weekend? Nee, jij gaat niet naar Antwerpen, Kim. Jawel. Niet als je dit online zet. Dan ga je niet naar Antwerpen. Jawel, want dat vlog ik ook gewoon. Oh. Ja. Oh ja. Het is code geel daar hoor, het is niet meer oranje. Weet je zeker? Maar code geel is toch nog steeds noodzakelijk? Nee, oranje is noodzakelijk, rood mag niet en code geel is op eigen, risico. Nou ja. Goed, ik ben inmiddels weer terug thuis en ik heb even een vestje aangedaan, want ik heb het heel erg koud. Maar echt heel erg koud. Het gordijn moet even open. Oh jongens. Morgen nog werken en dan heerlijk een weekendje naar Antwerpen. Ik heb daar trouwens nog steeds echt ultiem veel zin in. Ik moet trouwens nog naar Kruidvat foto's printen. Dus eigenlijk wil ik wel eventjes mee. Mijn oma moest namelijk naar Kruidvat. Misschien is het een beter plan als ik gelijk meega. Zo. Ik heb trouwens nog altijd nergens geen last van. Alhoewel dat ik nu wel mijn arm begin. Je merkt als je hem beweegt van nou, daar is er iets gebeurd. Maar ik heb geen pijn. Ik voel me niet raar. Dus daar ben ik eigenlijk allemaal heel erg blij mee. Want ja, je weet maar nooit wat je had kunnen verwachten na zo'n vaccinatie. Wat ik ga doen is deze vlog nu editen. Dan ben ik daar vanaf voor deze week. Of ik neem er om te kijken. En kan ik gewoon in alle rust morgen mijn spulletjes pakken en doen. En dan lekker naar Antwerpen. Het weekend uiteraard komt daar een aparte vlog van. Dus ik ga jullie uiteraard meenemen daarin. Dus hou het YouTube kanaal in de gaten. Want er komt dus een extra video de komende week. Maar in ieder geval bedankt jullie voor het kijken naar deze vlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel erg snel bij een nieuwe vlog. Doeg!